Chocolade, in de oorlogsjaren een aangename herinnering, thans een zoete werkelijkheid. Om de Nederlandse bevolking wekelijks 100 gram versnaperingen te verstrekken, moet er met man en macht in vele fabrieken gewerkt worden. De gebrande cacaobonen worden gemalen en de pap met suiker vermengd. Ingenieuze machines maken de bonbon kant en klaar. En als er nu maar voldoende bonnen worden aangewezen, dan kunnen we weer lekker snoepen.